best noemen. Ja, absoluut. Tristan Buchenhoor. Ja. Ik heb in dit geval natuurlijk met de mensen die hier zitten wel natuurlijk de schaal gepakt vorig jaar. Ja. Dus, laat hij ons ook regelmatig en toen zei ik al, nu, toen zei ik, al schaal, ik stop op mijn hoogtepunt. Ja. Ik dacht, nou, we gaan het nog een jaar doen met Jeroen. Nee? Dus elke week ook natuurlijk, jongens, er is maar één doel. Hè? Ja. Al roep je dat in maart of voor de winterstop. Ja, we gaan gewoon over de schaal. Jeroen, je hebt het vorig jaar niet meegemaakt. We zaten voorgezet, toch? Ik heb het vorig jaar wel meegemaakt door de zin van dat ik het gezien heb. Ja, de zin van. En dat was vet. En we hebben, ik denk, 8 van die gasten hebben ook in die finale gestaan. Ja. En ik ga toch zeggen, Otti heb ik gepasseerd. Otman. En ja, dat is gewoon voor mij voor ons een superbelangrijke middenvelder. En die heb ik voor de wedstrijd uitgelegd van, hey, je staat er niet op. Nou, als hij een pistool had gehad, had hij me echt doodgeschoten. En ik begrijp het ook. Dus ik zeg, ik begrijp het. En ook voor de wedstrijd in de kleedkamer was er een bepaald gevoel bij Otman van, hey, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ook terecht. Waarop ik op een gegeven moment zeg, oké, nou mag je kiezen. Of je loopt nu weg en je gaat een rondje lopen. Met je spreekwoordelijke hond, zo heb. Of weg. Dus, en dat gebeurt voor zo'n wedstrijd. En toen kwam de trainer met, je bent de eerste die me net vlak voor de wedstrijd een hand geeft. Dat normaal is dat al een uur van tevoren. Je bedoelt de trainer van, Van de tegenpartij. Ja. Ja. Maar in ieder geval, dat zijn dingen die je ook, dat ziet niemand. Ja. Maar je moet ook weer gasten teleurstellen. Die, en zeker in Otmans geval, is echt mijn beste middenvelder. Alleen al, ik vind dat als Jochem die erin komt, Lasse Schöne. En Dani die het heel goed oppakt. En dan zijn de mensen, het is geen middenvelder. Het is Dani die ik erop zet, die rol goed kan vervullen. Dan is dat mijn beslissing, maar wel moeilijk. Het lijkt een ontzettend moeilijke keuze die je altijd moet maken. Ja. Je stelt altijd Otman was toe. Heel erg boos, maar hij heeft uiteindelijk zich heel professioneel gedragen. En speelde de tweede helft zoals Otman is een echte krijger. En in die wedstrijd wil natuurlijk iedereen spelen. Dus zeker hij in de zin van, maar dan wil ik het noemen dat ik even goed trots op hem ben. En trots op het feit dat hij gewoon echt bij een van de beste spelers hoort. En heel belangrijk is voor ons elftal en blijft bij HFC. En als ik in de camera kijk, Ted, hij kan het aan hoor. Dus. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, eens. Ik weet het, dus misschien een mooi. Ja, ik wil het interview niet overnemen. Doe maar, dat is altijd goed. Het is misschien een mooi bruggetje naar. Naar de eerste goal van Vince. Van Vinnie. Nou, ik bedoelde eigenlijk goed, meer naar de zaterdag 1 misschien. Nee, nog niet zo. Nee, joh. Nee. Ja, dat vind jij belangrijk. Nee, zij vinden dat belangrijk. Ik vind jongen. Nou, ga je uit van dat zij het belangrijk vinden terwijl je het niet aan mij gevraagd. Ik ben ook niet aan Matthijs. Nee. Ik weet het niet. Dat is een aanname. We zijn eigenlijk één AFC. Vinnie schiet de eerste erin. En toen dacht iedereen langs de kant, dan gaat het net zoals vorig jaar. Toen ze 3 tegen Ajax inschopte. Helaas. Finn, over Roy gesproken, die was in die periode dus echt overal te vinden. Mm-hmm. En ook in verdedigend opzicht. Maar Roy kopt een bal door. Toch bijzonder, hè? Ik denk dat hij dat de hele tijd geleden ook nog niet gedaan. Hij heeft 3 keer gedaan in die In de eerste, inderdaad. Ja. Maar die kopt een bal door op Finns. En is, as is verbrande turf, dat weet ik ook wel. Maar een Finn in een goede doen neemt het goed aan en komt alleen op de keeper af. Ja, maar en, zo zijn er 5 of 6 kansen geweest. Ook Finn, het is allemaal geen excuus, maar is ook uit de wedstrijd daarvoor, niet de wedstrijd van, maar de wedstrijd daarvoor geblesseerd geraakt. En hij heeft een periode niet getraind en is er weer bijgekomen. En dan is hij nog goed genoeg hoor, want dan moet je een beetje geluk weer hebben ook in zo'n aanname. Maar als je fitter bent en ook fitter in je hoofd bent, neem je hem wel goed aan. Hetzelfde geldt voor Mike, die eigenlijk met een knieblessure speelt. Maar dat is mijn risico om te nemen. Maar hij is evengoed nog donders goed en hij kan 3 keer een goal maken. Ja. En dat pakt net niet goed uit. En dan hoor je niemand over, je bent met die begonnen en je zus en je zo. En dan geeft die trainer van de tegenpartij mij ook geen hand. Het zijn geen excuses. Hij was echt aan het zoeken, hè, net je na afloop. Nee, dat was hij niet. Dat was een elftal begeleider. Weet je, eerst dan zit ik nog in, je hebt de Roos van Leri volgens mij. Mm-hmm. Ja. En dan zit ik nog in vet rood. In dat ik eigenlijk blauw ben, maar ik voel me rood. Want ik wil het allemaal even onttrekken en even in mijn eigen wereld niet op de grond zitten. Of wat dan ook, dat mag je. Ik ga nooit op de grond zitten. Ik heb 20 minuten op de grond gezeten. Ja, dat kan ik voorstellen als je 82 bent. Omdat je dan, het hart is natuurlijk tekeer gaan voor 120 keer per minuut. Linie, jongen. Dat begrijp ik. Maar je zoekt als trainer even zo'n en dan komt er iemand die je niet kent, komt naar je toe. Nou ja, die heb ik vriendelijk gezocht in mijn eigen woorden om even op te hoepelen. Dat klopt. Nee, dat is... Ik liep naast je, dus de toon kwam uit je oren. Oké, dus. Maar goed. Gebeurt, hè? Ja, dat maakt ook niet uit, want dat hoort er ook bij. En net als het enorme tijdrekken wat de tegenstander gedaan heeft.
Ja, nou ja, goed. Ik zou het niet doen. Ja, nee, nou, ik niet. Maar die jongens wel. Die jongens, snap je elk dingetje? Nou, misschien niet, want dat is uit onervarenheid dat je het niet doet. Ja. Maar dat zijn wel dingen die horen erbij. En dan nog kan je een gelijkmaker maken. Of sterker nog, gewoon de winnende. Maar dat tezamen, dat is gewoon super mooi om te zien. Om even terug te komen op Mike en Vince. Want die hebben natuurlijk aardig getriggerd vooraf. Om natuurlijk extra te pushen om te scoren natuurlijk. Ik had vorig jaar met Vince de afspraak, als je de 3 maakt op de toekomst, in die finale, dan krijg je wat. Nou, hij scoorde de 3. Dus heb ik ook aan gehouden. De schaal. Had een hele, ja, sowieso kreeg je de schaal natuurlijk. Maar we hadden ook een hele mooie foto van hem. Hadden we uitvergroot, ingelijst, dus dat kreeg hij. Ik zeg, nou, als je nu 2 keer scoort, weet je wel, dan komt er weer wat op je pad. En Paul had hetzelfde met Mike, zeg maar, de afspraak. Ja. Weet je wel. Nou ja, hij begon natuurlijk na 10 minuten, maakte hij al de 1-0. Ja. Dus ik zei achteraf van, speelt het wel in je hoofd? En hij zei, ja, ik moet de 2e maken, maar het lukt dan maar niet. Mike is niet echt met de foto te triggeren, want zijn moeder maakt foto's. Ja. Maar met iets geels wel, met schuim erop. Daarom dacht ik, moet naar de zaterdag heen, maar nee. Goed, hoor. Maar jullie gaan, jij gaat weg nou? Nee, ik ga niet weg. Nee, jij gaat naar de zaterdag, maar het 2e krijgt het nu moeilijk. Dat weet ik ook niet, want er komt weer een andere... Misschien mag ik er wat over zeggen. Ja. Want Jeroen en Matthijs gaan zaterdag 1 doen. Ik blijf bij Jonge AFC. En dat ga ik samen met Laurens ten Heuvel doen. Ja. Nou, Laurens ten Heuvel is natuurlijk hier in Haarlem een ontzettend bekende figuur. Hij had wel aan het toernooitje zeggen. En toen had hij een beetje zo'n... hij is wat ouder geworden. Laurens is ongelooflijk fit. Hij is vorig weekend met Ajax, waar hij speelt, Nederlands kampioen 35+ geworden. Ik ken hem. Ik zag hem bij Zandvoort in de demonstratiewedstrijd. Toen maakte hij geloof ik 12 goals. Laurens maakte de 10? Nee, de 10 voorzetten. Dat was echt fantastisch. Nee, daar heb ik nog tegen. Het is een aardige vent ook en het is een echte AFC-man. Mm-hmm. Kan ik je meedelen. Ja, en Laurens en ik gaan die dan... Die praat inderdaad over het clubhuis. Ja, tuurlijk. Hij wel, hè? Hij werkt op de toekomst. Krijg je een vetje bij een broodje kroket. Jij gaat het op zaterdag doen. Jeroen en Matthijs gaan de zaterdag doen. En Laurens en ik gaan Jonge AFC doen. Okay. Ja, maar even over de tweede voor volgend jaar. Want dat wordt een beetje een probleem, denk ik. Waar haal je de spelers vandaan? Er gaan 2 A-junioren over. Er gaan meer A-junioren over. Kijk, er blijven ongeveer, ik weet niet helemaal precies, maar 5 à 6 jongens 6 uit deze Jonge AFC ploeg die blijven. Dus je hebt al een bepaalde kern met ervaring. Dat wordt aangevuld met 4 A-junioren. Keeper Bart Koper. Ja. Waddy, moeilijke naam, ik geloof Douamour, spreek je het uit? Ongeveer, Dylan van der Boogaard, die nu ook linksachter speelde. En Loete Kwant, het broertje van Vince. Dat is leuk. Dus dat zijn de 4 A-junioren die erbij komen. En we hebben 3, eigenlijk 2 jongens van buitenaf. We hebben Mounir Mounji, die komt uit de Utrecht jeugd. Mm-hmm. Dat is ook een Haarlemse jongen. En we hebben, help me even, hoe heet hij? Sergio Caminita. Is dat een zoon van de producer en van de bassist van de Marco Bussato band? Geen idee. Het zou mooi zijn. Maar Sergio Caminita is een jongen met een Italiaanse achtergrond. En het schijnt ook een waanzinnig goede voetballer te zijn. Okay. Die komt. En Ilias Houda. Mm-hmm. Die heeft vroeger bij AFC gespeeld. Centrale verdediger. Die komt terug. Ja. Dus ja, dan heb je met de vaste kern van een stuk of 6 en 4 A-junioren en 3 nieuwe jongens. Heb en wat je gaat er met jullie mee? Daar houden we nog geheim. Dat krijgt helemaal niemand te horen. Nee, bij ons hebben we de Linde Hovenjutjes, zus. Mm-hmm. Ja. De Clemens Twins, zoals ze inderdaad. Ja. Waarbij de een moet terugkomen van een kruisbandblessure. Ja, Michiel, nu weet ik dat hij Michiel heet, na een jaar. En Jochem. Dat kan ik nu al van zeggen, dat wordt mijn aanvoerder. Fijne vind ik echt gewoon. Allebei vind ik het toppers voor de club. Nou, je ziet het al vanaf een 6e. Dus Sjors komt erbij. Marijn. Ja. Pelle de Waard. Pelle de Waard komt erbij. Okay. Joshua Baars. Joshua Baars komt erbij. Die ga ik heb een weddenschap met hem dat ik het voor elkaar krijg dat hij 5 seizoenen fit blijft een keer achter elkaar. Wordt en blijft. Ja. Dus. Dat is wel aardig, want dan is het een hele goede buitenspeler. Dat we ook gewoon van de 5 jaar 4 keer kampioen worden, dat staat erop. En, maar dat kan niet met dezelfde groep. En de Zandvoort boys komen terug, hè? Lucas Verstraat en Reinier Mutsaerts. We hebben natuurlijk nog een aardig bekkie uit Zandvoort. Ja. Maar wat gaat die spelen dan? Welk bekkie bedoel je? Geef eens een naam.
Er is er maar één die verder gooit dan Gert-Jan Tameres met Ilias. Oh, Ilias Bronckhorst. Die heeft een contract gekregen bij het eerste. Dat is die A-selectie. Het daadwerkelijke doel van een trainer bij de beloftes is door laten groeien van spelers bij het eerste. Ja. Dus dat doel is gehaald. Ja. Kampioen was het tweede doel. En ik heb de eerste dag gezegd, ik wil die schaal winnen met jullie. Minimaal in de finale staan, maar wel winnen. Dat was de eerste dag. En als je je daarin kan ontwikkelen, dan ben je een topper. Ja. En dan ga je verder komen. Maar Ilias en nog een aantal andere jongens, die starten gewoon de voorbereiding bij 1. En AFC 1 en 2 gaat dit jaar met een iets kleinere selectie werken dan volgend jaar. Maar een aantal jongens krijgt dus echt de kans om in de voorbereiding zich in 1 te spelen. Ilias speelde bij jou altijd rechtsachter, maar die kan ook heel goed rechtsbuiten. Dus Ilias heeft bij mij ook gedaan, hè? Daar heb ik het ook wel met hem over gehad. Ik zeg, je hebt bij mij rechtsback gespeeld, linksback gespeeld, linkshalf. Maar dat was in de wedstrijd tegen Uitgeest uit. Dat was echt niet heel erg goed, laat maar zeggen. Want dan kon hij niet meer de ruimte omgaan. En rechtshalf kan hij dat wel, maar dan hangt het er vanaf of je met 2 of met 3 spitsen speelt. Mm-hmm. En ook rechter spits. Want hij heeft een hele goede voorzet met rechts. Hij is hartstikke snel. Hij is snel, hij is niet buiten. Hij is oersterk. Ja. Maar het mooie is dat hij zich op al die vlakken, en dat vind ik ook belangrijk, heeft kunnen ontwikkelen. Ook vanaf de linkerkant. Want hij heeft ook een hele goede trap met links. Die draait ze lekker naar je toe. En daarbij heeft hij een wapen. Als hij dat afwisselt, dat wapen met de ingoed, niet alleen maar ver, want dan wordt het een beetje voorspelbaar. Maar ook eens kort en zelf doorbeweegt. Mm-hmm. En daarbij gewoon met zijn sterke postuur niet voor de man gaat, maar voor de bal. Dan is hij nog veel sneller bij de bal dan dat hij kijkt. Oh, daar komt hij. Ik wacht even, geef ik een schouderduw. Ja. En ontwikkelt hij zich heel erg goed. Wat is je doel met zaterdag? Ja. Want je gaat naar de vierde klas. Ja, en ik noem net van de vierde naar de derde en van de tweede. Maar dat is het doel niet. Het doel is dat we met deze groep kampioen gaan worden. Gewoon met de groep die we nu hebben. Stormvogels. Die zijn weg. Het is kampioen geworden, derde klasse. Die komen niet tegen. Maar weet je, ik kijk niet in. Al speelt Lutjebroek 3 bij ons in de competitie. Wij zitten in deze competitie. Okay. En wij zitten aan het stuur. En het eerste doel is die gasten fit te krijgen. Echt fit. Want we gaan niet een bierbuiken zaterdag elftal starten. Want daar ben ik niet voor gekomen. Het is mij gevraagd om binnen HFC dat op poten te zetten. Iedereen om ons heen, niet alleen wij, is daar laaiend enthousiast over. Dus die gasten fit maken en ook daarin gezelligheid, plezier, want je hebt volgens mij vaak zitten kijken bij de beloftes. Nogal, ja. Dat is het allerbelangrijkste, maar ook die groep die we nu hebben, dat kan gewoon meedraaien om het kampioenschap. Dat weet ik 100% zeker. Nou, ik ook. Ja. Los van wie er ook in zit. Er zit ook een integrale filosofie achter, hè? Want Jong HFC heeft eigenlijk per definitie altijd te weinig tegenstand. Er zijn eigenlijk maar 2 wedstrijden in de reguliere competitie waar we echt met plezier naar uitkijken. Dat is tegen ADO 20 en tegen AFC. En de rest, met alle respect voor die ploegen, dat is allemaal vrij eenvoudig te doen. Ja, wat heeft Jeroen jou, nu proberen we dus de zaterdag zo te maken. Ja, dat, daarom zeg ik, wat heeft Jeroen jou betaald om mee te gaan? Ja, dat blijft onder ons, joh. Ik rijd de komende 10 jaar in die Renault Megane, elk jaar een nieuwe. Volgens mij gaat het om een gevulde koek en een flesje champagne. Oh, je bedoelt dat ik er wat gegeten heb. Dat wij bevlekt... Oh, dat is verkeerd woord. Bevlekt. Je had het net over de bierbuiken, wilde hij niet in het veld, maar wel op de bank. Dus vandaar dat ik voor mij heb gekozen. Hey. Daar kan die schaal er nog staan. Dat is duidelijk. En jij gaat 2 doen. Ja, ik ga met Laurens 2 doen. De doelstelling blijft hetzelfde. Gewoon hartstikke goed spelen, maar uiteindelijk gaat het maar om 1 ding en dat is gewoon mensen opleiden voor HFC 1. Ja, dat is de belangrijkste doelstelling. En daar is Laurens een hele goede. Zoals er bij ons ook nog een aantal A1-joren vanuit de zaterdag A1 overkomen naar de zaterdag 1. Dat weet Matthijs compleet uit zijn hoofd. Daan Lubbers. Wanneer begin jij, Jeroen? We beginnen donderdag 10 augustus. Ja, Daan Lubbers, Stijn de Krijger, Tijn Kaagman. Ja, Mark Hink, of niet? Nee? Oké, prima. Dat zijn ze, volgens mij, Samen. Van de A1. Ja. AFC 1 begint op 15 juli, AFC 2, jonge AFC begint op 15 augustus. En jullie beginnen op 10 augustus. Ja, 10 augustus. Ja, ik heb die voorbereiding nog gemaakt voor jullie. Ja, dankjewel. Want ik had al verwacht dat we lang door zouden gaan in de competitie. Ja.
Dus je hebt ook echt rust nodig. En dan gaat het na 3 weken weer een beetje gaan kriebelen. Ja. Maar al deze gasten gaan dan op het strand voetballen of volleyballen of noem het allemaal. Ja, we waren bezig om wat leuke oefenwedstrijd te regelen voor zaterdag 1, zeker in de voorbereiding. Maar toen kwam opeens naar Haarlem Dagblad Cup om de hoek kijken. Waar nu volgens mij 48 teams aan meedoen. Ja, 48. Dus ja, als je in een pool zit met wat eerste elftallen van de zondag of van zaterdag, dan is bij voorbaat natuurlijk al goed voor een goede oefenwedstrijd. Ja, dus, geen probleem. Nee, normaal heb ik een stelregel dat eerst 2 weken trainen en dan een wedstrijd. Ja. Maar nu hebben we 4 trainingen in de benen. En dan hebben we Haarlem Dagblad Cup. Ja. En dat hebben we 2 keer achter elkaar met nog een aantal trainingen ertussen. Dan krijgen we de beker alweer. Dat zijn ook 3 wedstrijden. Mits we zijn... aangegeven dat we meedoen aan de bekercompetitie. Alles is gecheckt, hè? Je kent me. Dus, jullie doen toch mee? Ik zal Sander nog even bellen. Dat is wel eens gebeurd bij sommige clubs. Hey, maar Rennie, dat is voor jou zeer positief om te weten dat ze zo vroeg beginnen. Want jij kunt zomers, weet je nooit wat je moet doen. Nou, Tour de France begint binnenkort. Ja, Tour de France wel, daar kijkt hij dan wel naar. Maar is het de laatste wedstrijd van verdorie, dan heb ik 6 weken niks. Dan moet je godsnaam deze zomer doen. Maar dus je zult erg blij zijn. Dat geldt voor ons allemaal. Hè. We zijn allemaal voetbaldieren, sportdieren zoals we hier zitten. Ja, zomer is het eerlijk zeggen, een weekje vakantie. Hoe eerder het weer begint allemaal, hoe beter. Ik kijk enorm uit naar Wimbledon. Want ik wil dat Federer de finale niet alleen haalt, maar ook gaat winnen. Want dan heeft hij hem 8 keer gewonnen. Dat is de 8e keer nu. Ja. En ik ben een Federer fan. Het is leuk. Fijn voor je. Ja. Zo ik ook een Bauke Mollema fan ben. Dat is iets anders. Kijk, en die wordt wakker. Degene die de Giro heeft gewonnen, zat ik ook in de buis gekluisterd bij de samenvatting. Ik weet niet meer hoe die heet. Dumoulin. Tom Dumoulin. Oh, je laat me weer niet uitpraten. Ben je goed in? Sorry. Maar ik kan het van jou hebben. Beter naar me geluisterd, Marker. Nou, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten hier. Dankjewel. Hey, hartstikke bedankt dat jullie in de studio waren. Echt geweldig. En bedankt. Heel veel succes het komende jaar. Als je zoekt naar een programma wat lijkt op Voetbal International of VI. Moet je hier terecht. Ja, oké. Okay. Ja, wij willen er wel in, hoor. Is goed, hoor. Kom erop. Vaste prik. Bedankt, hè. Dankjewel, hè. Okay, ben jij dan Hans Kraaij?